Onze core business zijn potenaardappelen, de telt van potenaardappelen. Die exporteren we naar 87 landen. Hier worden de aardappelen visueel beoordeeld. En soms wordt er een halve uitgehaald of een beschadigde aardappel, zoals deze. En die zijn uiteraard niet geschikt voor export. De aardappelboer hier, die heeft een soort reststroom van aardappels waar veevoer van gemaakt werd. En van die stroom hebben wij gezegd, daar kunnen we een veel beter product van maken. We starten met een aardappel en die moet stuk. We koken hem, zetmeel komt vrij. De zetmeel kan omgezet worden tot suiker. En suiker is nu iets wat vergist kan worden door een gist tot alcohol. Als dat gebeurd is, kan het in de ketel. En dan hebben we drank. We gaan eerst zoveel mogelijk alcohol maken, verzamelen, pure alcohol. En dat is de basis voor 3-4 producten. Dat is gin, dat is vodka, dat is moonshine. En dat is een soort basisalcohol om likeuren van te maken. Die combinatie, lokaal, Texels, een duurzaam product. Daarvan denken wij dat het heel goed gaat lopen. En dan vergeet ik eigenlijk nog het belangrijkste. Het moet gewoon goed smaken. Zo, pittig hè? Wel lekker. Ja. Smaakt goed hè? Ja.